In gesprek met de raad bleef vandaag zijn derde editie en daarvoor zijn we afgereisd naar het Kootwijker Zand. Het thema is nog steeds de comfortabele gezinsstad en we gaan kijken of we hier wat Apeldoorners kunnen vinden met de mening. En ik heb dus ook koeltechniek geleerd daar op de school. Wat vond u in die tijd van Apeldoorn als stad? Wel gezellig, jawel. Je bent er de eerste keer bij geweest en vandaag. Wat zijn de ervaringen nou? Jouw ervaringen? Mijn ervaring is dat eigenlijk iedereen die ik gesproken heb tot nu toe op een enkeling daar gelaten heel positief was over Apeldoorn. En dat wij eigenlijk wel weer heel blij waren met die positiviteit van de mensen. Omdat wij als raadsleden heel vaak alleen maar negatieve verhalen horen. Wij horen heel vaak kritiek, dat is logisch natuurlijk. Maar we waren de positiviteit wel een beetje kwijt, denk ik, zo nu en dan. Ja. Dus dat was heel leuk om mee te maken. Waar komt u vandaan? Wij komen uit Eerbeek. Dan kent u Apeldoorn. Apeldoorn pretendeert een comfortabele gezinsstad te zijn. Wat vindt u daarvan? Nou, ik ben eigenlijk niet zo goed bekend met alle activiteiten in Apeldoorn. Maar we zien wel geregeld in de regionale krant dat er wel van alles wordt georganiseerd. We zijn best wel actief op dat gebied. Wat zijn uw ervaringen? Idem dito. Ja. Eerbeek valt natuurlijk onder de gemeente Brummen. Dus ja, je zoekt het in eerste instantie altijd dicht bij huis. Maar als er iets te doen is in Apeldoorn, zoals de laatste keer waren we op Koninginnedag, was heel leuk. Overal wat te doen, bandjes, leuk, gezellig, marktjes. En dan gaan we erheen. Nou ja, weet je, als raadslid, wij zijn gewend om campagne te voeren. Hè? Dus voor onze eigen partijen. Dus dit is ons helemaal niet vreemd. Alleen nu staan we met een Apeldoorn t-shirt. En dat is eigenlijk ook wel heel leuk. Dus mensen zijn altijd aardig. Mensen zijn in goede stemming. Hier theater op het zand. Hartstikke leuk, lekker weer. Dus ja, iedereen is aardig. En we hebben een heel leuk gadget. Dat is zo'n fish-eye. Ik hoop dat er veel foto's komen. En dat vinden mensen ook heel erg leuk. Ik kan daar niet zo heel veel over zeggen. Want ik woon buiten Apeldoorn, wel de gemeente Apeldoorn. En ik kom niet genoeg in Apeldoorn om daarover te oordelen. Ik weet wel dat er heel veel te doen is altijd in Apeldoorn. Waar komt u vandaan? Uddel. Oh, hoe is het wonen in Uddel dan? Want dat is ook gemeente Apeldoorn. Ja, dat is ook gemeente Apeldoorn. Prima, lekker rustig. Er is veel te doen in Apeldoorn. Ik woon niet in Apeldoorn, maar ik werk er wel. En nu al 3,5 jaar. En dan zie je natuurlijk een hoop in Apeldoorn. En ik heb altijd gezegd, ik ga Zutphen niet uit, waar ik dan wel woon. Maar als ik dan zou moeten kiezen, zou Apeldoorn een prima alternatief zijn. Want er is gewoon echt inderdaad veel te doen in Apeldoorn. Noem een drakenboot, noem al die dance tour, glazen huis dit jaar. Nou ja, het is toch fantastisch dat het naar Apeldoorn komt. Ik heb al iets begrepen over een winterfair, wat er zou komen. We hebben de zomertour sinds kort in Apeldoorn. Ja, er is echt wel veel te doen. En het is een leuke stad om in ieder geval te werken, maar misschien ook wel te leven. Ik kom zelf uit Harderwijk, maar vroeger ging ik wel eens shoppen daar al. En ging ik wel eens uit, dat is ook nog wel leuk. Maar wel een geinige stad. Een grote stad is het best wel, ja. Vergeleken met Harderwijk wel. Maar Harderwijk is ook natuurlijk heel leuk. Maar het gaat dus vandaag over Apeldoorn, ja. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Apeldoorn. Kijk, Apeldoorn pretendeert een comfortabele gezinsstad te zijn. Wat vindt u daarvan? Een mooie vraag. Tjonge, hoe bedenk je dat? En dat op zaterdagmiddag op Kootwijker Zand, hè? Ja, en ik heb nog geen alcohol op. Ik heb een gezin en ik woon daar met veel plezier. Maar ja, ik weet niet hoe het is om ergens anders te wonen met zo'n gezin. Dus ja, dat is moeilijk om te zeggen. Maar ik bedoel, laten we zeggen, we hebben het in Nederland, laten we het over Nederland hebben, gewoon ontzettend goed voor elkaar. Hebt u het idee van, nou, ik kan met mijn kinderen in de buurt naar een speeltuin, kinderboerderij, zeg maar dat soort voorzieningen? Die leeftijd hebben ze niet meer. Die zitten graag op de PlayStation en dan is dat een dag goed. Maar die voorzieningen zijn er prima. Ja, absoluut. Ik vind het wel gezellig dat, ja, zeker weten. Ja. Ja, zeker weten. We hebben natuurlijk een hartstikke mooie omgeving, hè? Dus, ja, maar wij komen niet uit Apeldoorn. Maar komt u er wel eens? Nou, wel echt. Eens. Nou, wel eens. Sporadisch. En wat vindt u dan van Apeldoorn als u er wel eens komt? Wat zal ik daar nog van zeggen? Een leuke stad. Nou, eigenlijk zouden we dit echt vaker moeten doen. Want de ideeën die je ophaalt en de reacties bijvoorbeeld. Bij ons voor als raadsleden, het is nooit goed genoeg. Hè? Je blijft maar bezig, het is nooit goed genoeg. Maar voor heel veel mensen is het al goed genoeg. Is prima zoals Apeldoorn nu is. En daar zijn we als raadsleden natuurlijk helemaal niet tevreden mee. Maar het is wel goed om het een keer te horen natuurlijk. Gewoon Apeldoorn! Jij ook?
gewoon Apeldoorn.